de eerste spreker al voortvarend klaarstaat. Kijk, daar houden we van. En dat is de heer Beertema van de PVV. De heer Beertema. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het gaat niet goed met het onderwijs, al sinds Rutte 2 niet. Het frustrerende is dat de Kamer en de ministers alle instrumenten om te sturen in de loop van de jaren hebben weggegeven aan de werkgeverkoepels. En door de lump-sum financiering in te voeren zijn de bestuurders allesbepalend geworden. De ministers en wij gaan eigenlijk nergens meer over, voorzitter. Bij het debat over de begrotingsstaten van vorige week werd dat pijnlijk duidelijk. Er stond wat ophef nadat collega Westerveld van GroenLinks een motie indiende waarin de regering werd verzocht om iets te doen aan het aantal vaste dienstverbanden. De rapporteurs van VVD en CDA gaven aan dat het beleid niet goed kan worden gevolgd en geëvalueerd door de Tweede Kamer. Maar die motie van Westerveld wilde er nou juist voor zorgen dat wij als Kamer meer grip krijgen op een prangend probleem, de groei van het aantal tijdelijke aanstellingen. De rapporteurs reageerden verbolgen op deze redelijke motie, die ons als Kamer en de minister wat meer regie zou geven. Die werd zelfs afgedaan als kroegpraat. Maar wat is er nou aan de hand? Iedereen is het erover eens dat er iets gedaan moet worden aan de toename van de tijdelijke contracten, omdat die het lerarentekort in de hand werken. Iedereen zou het er ook over eens moeten zijn dat dit probleem in het grote schema der dingen een miniem punt is, een bijzaak, die op een achternamiddag opgelost zou moeten kunnen worden. Maar nee, voorzitter, als de rapporteurs van CDA en VVD zeggen dat we de ministers hiermee niet mogen lastigvallen omdat we ze dan op pad sturen met een onmogelijke opdracht, dan hebben ze gelijk. Want we zijn tandeloos en machteloos. Nou, zoiets als dit werkt in de hand dat mensen spreken van een nep-parlement. Waarom? Omdat we als parlement niet eens de mogelijkheid hebben om hier sturend op te treden, moeten we uitwijken naar absurde maatregelen zoals onbevoegden voor de klas of het toestaan van vierdaagse lesweken. Er zijn namelijk geen leraren te vinden die er genoegen mee nemen om van het ene tijdelijke contract naar het volgende te zwerven en dus geen huis kunnen kopen, geen toekomst kunnen bouwen. Graag een reflectie van de minister. Deelt hij onze mening dat minister en Kamer zichzelf te veel regie ontnomen hebben, dat dat fnuikend is in deze tijd van onderwijscrisis en ziet hij de noodzaak van een onderzoek naar ingrepen in het bestuursmodel waarbij ook de lump-sum financiering kritisch wordt bekeken? Voorzitter, een van de speerpunten van het onderwijsbeleid is kansenongelijkheid, de bestrijding daarvan. Maar juist het lerarentekort zorgt ervoor dat die alleen maar groter wordt. Juist de kwetsbare leerlingen zitten op de scholen die onevenredig hard geraakt worden door het lerarentekort. Daar staan die onbevoegde leraren voor de klas. Daar moet men overgaan op vierdaagse lesweken. De massa-immigratie, die volledig uit de hand is gelopen, heeft tot gevolg dat een stad als Den Haag er maandelijks maar liefst 4 volledige klassen bij krijgt. Dat is een onhoudbare situatie. Wij pleiten dan ook voor een asielstop. Is de minister het met ons eens dat een asielstop eraan zou bijdragen ons onderwijs in rustiger vaarwater te krijgen? En is de minister bereid om dit aspect op de agenda van de ministerraad te brengen? Graag een reactie. Voorzitter, 24% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is functioneel analfabeet. Nou, ik schaam me voor dat gegeven. Een eerste wereldland dat een kwart van zijn leerlingen niet kan leren lezen, dat gegeven mag niet gaan wennen, voorzitter. Het is een schande, een nationale schande, dat we een kwart van onze kinderen sociaal gehandicapt de samenleving insturen. Minister Wiersma heeft er een speerpunt van gemaakt om die basisvaardigheden weer in het centrum van de aandacht te krijgen. Dat doet hij goed. Goed lezen, schrijven en rekenen, dat bevordert kansenongelijkheid als niets anders. Dat emancipeert, dat verheft zoveel meer dan wat dan ook. En ik wens u, minister, succes met dit beleid, dat moet slagen. Ik wens hem ook wijsheid met het tegenstribbelen wat we nu zien vanuit de VO-raad, die notabene de achteruitgang van leesvaardigheid jarenlang heeft gedoogd en zelfs in de hand heeft gewerkt. Maar intussen zitten we wel met een generatie leerlingen waarvan 24% te laag scoort. De meeste daarvan komen in het mbo terecht. Om in ieder geval een deel van onze schuld in te lossen, zouden we alle eerstejaarsstudenten in het mbo moeten monitoren op leesvaardigheid en alle studenten die ondermaat scoren een verplicht inhaalprogramma moeten aanbieden, zodat alle mbo's de opleiding verlaten met minimaal niveau 2F. Voelt u, minister, ervoor om op deze manier bij te dragen aan iets wat de kansenongelijkheid van deze studenten daadwerkelijk vergroot? Voorzitter, we zouden ook graag aan de aantrekkelijkheid van het VMBO en het MBO werken. Daarom deze aanbeveling aan de regering. Ga onderzoeken hoe in de eindtoets in het basisonderwijs praktische competenties, de rechterhandjes noem ik ze maar, geïmplementeerd kunnen worden.
Dan worden naast de theoretische op een heel positieve manier ook de praktische competenties meegenomen en meegebogen. Nou, hier knapt het mbo meer van op dan van symbolische, semantische ingrepen in de taalkundige aanduidingen lager en hoger opgeleid. Bovendien kunnen we met een positieve herwaardering van technische vaardigheden iets doen aan de doorgeslagen havoïsering, zoals ik het noem. Graag een reactie. Voorzitter, in het verlengde daarvan het volgende. Als iets de aantrekkelijkheid van het mbo kan versterken, is het wel aandacht voor vakmanschap. Nou, al sinds ik hier in 2010 aantrad, heb ik gepleit voor het herstel van het ambachtsonderwijs. Met collega's zijn we zelfs naar Oostenrijk afgereisd, omdat we wilden weten waarom juist dat land zo succesvol was op de Euroskills. Het bleek te gaan om kleinschalige overdracht van kennis en kunde van meester naar gezel. In Nederland hebben we ook een paar van dat soort projecten. Eén daarvan, de Ambachtsacademie, levert vakmensen waar grote tekorten aan zijn. Rietdekkers, pianostemmers, glazeniers. Nou, en uitgerekend van deze ambachtsschool wordt de bekostiging stopgezet. Dat kan dus echt niet, voorzitter. Ik begrijp dat andere partijen hier ook zorgen over hebben. En ik nodig de minister uit om hoe dan ook deze academie structureel te bekostigen en daarmee het bestaan veilig te stellen. Voorzitter, het giftige woke-gedachtegoed heeft het onderwijs in zijn geheel in een ijzeren greep. Het identiteitsdenken zet leerlingen, studenten en docenten tegen elkaar op. Het ontwricht de samenleving en het zorgt voor een verdeling gebaseerd op kleur, afkomst en seksuele voorkeur. Het lijkt er sterk op zelfs dat het kerngezin, vader, moeder en kinderen, de basis van de rijke westerse cultuur die zoveel beschaving, technische vooruitgang, welvaart en welzijn bracht, per se kapot moet. Dat die vervangen moet worden door talloze alternatieven, door verwardheid over gender en seksualiteit, door onrust en verdeeldheid. Zelfs in het basisonderwijs wordt de genderideologie ingebracht. Biologische wetmatigheden worden ontkend. Kinderen worden blootgesteld aan de LHBTI+-agenda die uiteindelijk over seks gaat. Kinderen wordt geleerd dat gender en seksen inwisselbaar zijn en dat gender een eigen keuze is. Voorzitter, wij zeggen, laat de kinderen met rust. Laat het aan de ouders, het onderwijs, de overheid heeft hier geen rol. De overheid moet kinderen leren lezen, moet ze leren hoe te denken in plaats van wat te denken. Mijn vraag aan de minister is, op basis van welk democratisch besluit wordt deze agenda nou eigenlijk uitgerold? Zijn er afspraken gemaakt met de VN, met de EU? Ik kan me niet herinneren dat wij er hierover hebben gestemd dat leraren change agents zouden moeten worden. Maar waar komen ze dan vandaan, die change agents? Kan de minister ons een definitie geven daarvan? Wat doen change agents eigenlijk in het onderwijs? En waarom moeten kinderen les krijgen over een door activisten gedreven minderheidsagenda? Graag een reactie, voorzitter. Voor uw betoog vervolgd. U heeft een interruptie van de heer Van Menen namens D66. De heer Van Menen. Ja, voorzitter, ik had met de heer Beertema, ook oud-docent, net als ik, afgesproken dat hij een voorbeeld zou geven van een stroopopredenering. En dan konden we daar naar de kijkers thuis even uitleggen wat dat was. Dat is namelijk dat je gaat stellen dat iets zo is. En dat je zegt, oh, er is een enorme agenda. Wij, blanke mannen, we zijn in de minderheid. We worden belaagd aan alle kanten, et cetera, et cetera. En als je dat dan als uitgangspunt neemt, dan kan je dat vervolgens gaan bestrijden. Nou, dat, lieve mensen thuis, dat is nou een stroopopredenering. Want, nou, ik weet niet wanneer de heer Beertema voor het laatst in een klaslokaal in het basisonderwijs geweest is. Ik afgelopen vrijdag nog. Het klopt gewoon niet, het verhaal. Dat is één. Dat is geen vraag aan de heer Beertema, dat is gewoon een feit. Maar ik mag maar wel op reageren. Ja, ik zeker. Geef u zo de collega, ik wacht even op de vraag. Maar ik heb ook wel een vraag over. Want de laatste keer dat ik kijk, heette de partij die de heer Beertema vertegenwoordigt, de Partij voor de Vrijheid. Wat zou daar nou op tegen zijn, vraag ik aan de heer Beertema, om mensen gewoon zichtbaar zichzelf te laten zijn? Of is dat ook alleen voorbehouden aan mensen zoals u en ik, vraag ik de heer Beertema. De heer Beertema. Ja, voorzitter, meneer Van Menen zegt altijd zo verschrikkelijk veel tegelijk. Hij begint altijd zijn vragen met inleidingen waar dan niet op gereageerd kan worden. Alles wat u in uw inleiding zegt, heb ik niet gezegd. Ik heb het gewoon niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er een... Dat kunt u ook niet ontkennen, meneer Van Menen, zeg ik via de voorzitter, dat de transitieklinieken wachtlijsten hebben tegenwoordig. Dat er enorme verwardheid is onder kinderen, jonge kinderen, over hun seksuele identiteit.
dat heel veel kinderen inderdaad, zoals ik zeg, denken dat gender en seks hetzelfde is. Voorzitter, dat komt ergens vandaan. Die kinderen die lezen dat niet in de Donald Duck of zo. Die krijgen dat vanuit hun school, waarvan de leraren vaak toch overmatig links aangehoogd zijn, zal ik maar zeggen. Daar krijgen ze dat te horen. Op die scholen wordt geïndoctrineerd. U kunt mij niet wijsmaken, meneer Vermeijden, zeg ik via de voorzitter, dat die tienduizenden klimaatsoldaatjes in de tijd op het Malieveld, die daar aan het protesteren waren en buitengewoon depressief waren, omdat een groot deel daarvan zeker wist dat toen over 12 jaar de aarde niet meer bewoonbaar was, dat die dat ergens oppikken. Ik heb het aan ze gevraagd. Dat vertelt onze meester, meneer, zeiden ze tegen me. We horen dat in het journaal. Die kinderen waren depressief. De scholen zijn de uitrollers van deze agenda, van de klimaatagenda, van de genderagenda. En ik vind dat een probleem. Niet alleen ik, de overgrote meerderheid van de ouders in Nederland vinden dat een probleem. Die willen niet dat hun kinderen aan dit soort dingen worden blootgesteld. Uiteindelijk gaat het allemaal over seks. Iedereen moet weten, zelf weten wat hij wil. Iedereen moet zijn seksuele identiteit kunnen beleven in alle vrijheid. Wij zijn de eerste partij geweest die voortdurend gewezen hebben op dat lastigvallen, op het intimideren, op het geweld tegen homo's in de grote steden, waar ze niet meer hand in hand kunnen lopen. De partijen aan uw kant, zeg maar, die verduisteren allerlei rapporten waaruit blijkt dat het over het algemeen Marokkanen zijn die dat doen. Dat mag dan weer niet gezegd worden. Maar u geeft wel al die blanke mensen de schuld van een benepen cultuur waarin transgenders enzovoort niet zichzelf zouden kunnen zijn. Ze kunnen zichzelf zijn. Dank u wel. Totaal, helemaal. Er wordt ze niets in de weg gelegd. En zeker niet door ons, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Meenen. Ik wil u beide vragen om zowel de interrupties iets korter te houden en ook de antwoorden. Anders wordt het nog een lange middag. Voorzitter, mijn interruptie was buitengewoon kort. Zeker voor mijn doen, kan ik u zeggen. Ik hoorde ze al lachen, dus dat neem ik wel aan. Het antwoord van de heer Beertema was verrassend lang. En dat betekent meestal dat hij niet goed weet wat er aan de hand is. Maar de kern hier is dat er maar één verward iemand is. En dat zijn niet die kinderen. Nee, die kinderen die begrijpen heel goed dat hun toekomst van hen is. Veel meer dan dat die van de heer Beertema en van mij is. En die toekomst staat gewoon op het spel. En dat daar aandacht voor is, dat is goed. En dat is juist goed dat die kinderen daar aandacht voor hebben. Maar mijn punt is, de heer Beertema en zijn partij, die gunnen vrijheid alleen maar aan degenen die net zo zijn als zij. En dat beeld van dat heel Nederland niet zou willen dat kinderen en jongeren en ouderen hun eigen keuzes maken, echte vrijheid hebben, dat beeld wil de heer Beertema hier schetsen, maar dat beeld klopt niet. Er is maar één partij hier die de vrijheid van mensen in eigen keuzes in de weg staat, en dat is de PVV. Is geen vraag, is een feit. Voorzitter, ik vind dat een infame beschuldiging. Ik vind het een beetje jammer dat meneer Vermeijden van D66 dat nu doet in zijn laatste begroting die we hier hebben. We hebben hier altijd heel veel plezier gehad met de 10 begrotingen die we samen gehad hebben. Maar dit soort beschuldigingen, daaruit blijkt dat zelfs meneer Vermeijden totaal geradicaliseerd is in die benauwde D66-omgeving. Waarin iedereen die het niet met ze eens is, tot fascist wordt bestempeld, tot racist wordt bestempeld, tot fnuikers van de vrijheid. Ik vind het werkelijk schandalig, voorzitter. Ik heb er geen andere woorden voor. Om even af te sluiten dit punt. De seksuele identiteit van iedereen moet in alle vrijheid beleefd kunnen worden. Wij hebben er altijd voor gestaan. U wil niet weten hoeveel mensen met een niet-standaard seksuele identiteit juist naar de PVV toetrekken, omdat wij staan voor de bescherming van die mensen als het gaat om de openbare orde enzovoort. Er is notabene een belangenvereniging, de Roze Leeuw, die ik aan de minister heb aanbevolen. En nou ja, de vorige minister is er dan inderdaad even mee in gesprek geweest. Maar dat zijn de holibies, de homo's, de lesbische meiden, de biseksuelen, die op een hele andere manier in die agenda zitten. Die hoeven niet
allerlei radicale activisten in de hand te nemen om hun agenda te bepleiten. Ze hebben geen agenda. Ze leven gewoon hun leven. Ze beleven hun seksuele identiteit in het volle feest van het leven. Punt helder. Ik wil het toch even duidelijk maken. Ik laat me niet zeggen door D66 dat wij de partij zijn die de vrijheid fnuiken. Kom op zeg. Vervolgt u betoog? Ik ga u wel missen, meneer Van Meenen, maar dit zijn een beetje van die uitgeleiders. Oké, voorzitter, als het gaat om de cancelcultuur in het hoger onderwijs, heb ik bij de vorige minister, ook van D66, in een motie verzocht om een ombudsman aan te stellen en een meldpunt in te richten ten behoeve van universiteitsdocenten die zich beperkt voelden, gebreideld voelden zelfs, door woke studenten en collega's en PVV-haters. De minister zei toen, en ik citeer, volgens mij zijn die meldpunten niet de oplossing voor een vraagstuk dat er zou zijn omtrent academische vrijheid. Einde citaat. Let op die formulering zou zijn. Toen ging het mij om de academici die werden geïntimideerd en geschoffeerd omdat ze zich verzetten tegen de woke-cultuur. Een jonge dokter in Leiden werd pas nog bijna slachtoffer van een intellectuele lynchmob, waarin op hysterische wijze werd geëist dat haar doktersbul werd afgepakt. We hebben het hierover gehad toen. Dat meldpunt werd toen ontraden. De minister voert nu ongevraagd mijn motie uit 2018 uit. Nou, ik dank hem daar hartelijk voor. Het kan raar lopen, zeg ik toch maar. Ik heb er wel een vraag over. Kunnen ook de studenten, de alumni, medewerkers en hoogleraren over wie ik zojuist sprak bij dit meldpunt terecht, wanneer ze zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun academische vrijheid en de uitoefening van het vrije woord? Ten slotte, voorzitter, is de fractie van de PVV buitengewoon kritisch op de staatsbemoeienis die de minister ontplooit als het gaat om wetenschapscommunicatie. Elke partij die vrijheid en democratie in het vaandel voert, meneer Van Meenen, zou hiervan moeten gruwelen. De staat heeft namelijk net zo weinig zeggenschap over de wetenschap als de inquisitie dat ooit had. Of de CCCP, of een minister van propaganda van damals. Deze staatsbemoeienis verontrust ons des te meer omdat deze minister handelt namens een partij die niet alleen de wetenschappelijke feiten wil monopoliseren, maar ook een tv-omroep die hem niet bevalt wil verbieden en zelfs een oppositiepartij die in de weg loopt zou willen verbieden. Is die minister het met me eens dat hij zijn rol van onafhankelijke wetenschapper heeft ingeruild voor die van hoogste uitvoerder van de staat? Hij is de staat. Daar zit de staat. En hij moet alle tijden wegblijven van welk ingrijpen in de wetenschap dan ook. Ook als het goed bedoeld zou zijn. De wetenschap redt zichzelf wel. Maar alleen in vrijheid, in alle vrijheid. Dat is de kern van wetenschap. En tot zover, voorzitter. Ook daar graag een reactie op. Dank u wel voor uw spreekgestoelte. Verlaat, heeft u nog een interruptie van de heer Van Meenen, D66. De heer Van Meenen. Ja, dat is diezelfde vrijheid die ooit leidde tot meldpunten, maar dat even terzijde. Dit is een meldpunt. Meldpunt. Nee, mijn vraag aan de heer Beertema is de volgende. Is hij het met mij eens dat wetenschapscommunicatie, het faciliteren van wetenschappers, ja, die zelf de gelegenheid krijgen om hun inzichten te delen met elkaar, maar ook vooral met deze samenleving, dat een goed ding is en dat wij als overheid dat kunnen faciliteren en dat iets heel anders is dan dat je je eigen opvattingen laat communiceren. Dat zijn toch twee volkomen gescheiden dingen die hier de heer Beertema eventjes op één hoop gooit. En wat de minister doet, is het faciliteren van wetenschapscommunicatie. Zonder dat hij zich er zelf mee bemoeit. Dat kan hij overigens zelf ook prima zeggen, maar ik wil het hier maar vast gezegd hebben. Is de heer Beertema dat met me eens? Voorzitter, in de toelichting en in de folder zeg maar van dit instituut, daar spreekt de minister over, over de wetenschappelijke feiten. Dan word ik al heel erg angstig. Ik heb het in de tijd tegen de minister geprobeerd uit te leggen door bijvoorbeeld de uitvinder van de lobotomie aan te halen. Deze neuroloog was het, meen ik, die heeft in de tijd een Nobelprijs gekregen. Ik zei toen tegen de minister, toen zei iedereen, ja, the science is settled. Lobotomie. Ik denk aan Softanon. Ik denk aan andere grote uitgeleiders in de wetenschap. The science was settled toen. The science is nooit settled, heb ik de minister willen meegeven. En ik vind het een beetje onbescheiden misschien van mezelf dat ik als leraartje de toenmalige hoogleraar moet tot orde moet roepen. Maar ik doe het toch maar. Ik vind het niet kunnen dat een overheid zich hiermee gaat bemoeien. Wetenschapsjournalistiek namelijk wordt beheerd door wetenschapsjournalisten.
In alle vrijheid. Die hoeven geen verantwoording af te leggen. Aan mij, niet aan u en zeker niet aan de minister. Zo is het nou eenmaal. Zo werkt dat in de wetenschap. We hebben peer reviews, we hebben de wetenschappelijke methode. We hebben enorme gerenommeerde bladen die zich bezighouden met wetenschap. Nationaal, internationaal. De minister blijft er op afstand van. Want hij is de staat. De staat heeft daar niets te zoeken. En dus als u het er niet mee eens bent, dan is dat voor mij reden te meer om te bedenken dat u toch te ver geradicaliseerd bent in dat bubbeltje van D66. Ik merk al dat u elkaar gaat missen waarschijnlijk. Ja, dat is geheel wederzijds. Maar ik grijp wel de laatste kans om de heer Beertema nog één keer te zeggen hoe het er echt voor staat. Want wellicht krijgt die kans hierna niet meer. Ja, wetenschap is never settled. Ja, heel goed. Ik denk dat de minister dat ook heel goed weet. Maar een paar dingen zijn toch wel settled. Ik neem aan dat de heer Beertema hier niet de zwaartekracht ter discussie gaat stellen. Overigens, zou het, als het hem uit zou komen, zou hij het gerust doen. En met de voorbeelden dat er in het verleden wel eens... Ja, voorzitter, dat nieuwe, toch. He, wetenschap, dat wetenschap, geen manier van wetenschap, het feit dat er in de wetenschap wel eens iets fout gaat, dat inzichten zich ontwikkelen, is iets anders dan de inzichten die er zijn totaal ontkennen. Zo in de sfeer van er is geen klimaatprobleem, er is geen coronaprobleem, dit bestaat niet, dat bestaat niet. Kijk, dat is iets anders. En daarmee staat de PVV de communicatie over wetenschap actief in de weg. En ik ben blij dat we een minister hebben die zegt, nee, het is heel erg van belang dat wetenschappers kunnen communiceren. En bovendien, nog veel belangrijker, in veiligheid. He, want met al dit soort teksten komt de veiligheid van wetenschappers in gevaar. Niet de teksten van de heer Beertema zozeer, maar er zijn hier andere partijen die er echt geen enkel bot in zien, been in zien, om wetenschappers totaal in de verdachte hoek te zetten. En de heer Beertema werkt daar in zekere zin aan mee. En daarom is het van belang om de wetenschap een stem terug te geven. Er moet teruggesproken gaan worden. De heer Beertema. Voorzitter, een wetenschap die de overheid, de staat nodig heeft om overeind te blijven, die is het niet waard om te overleven. Zo is dat altijd geweest. Vanaf Galilei, zal ik maar zeggen, is dat zo geweest. Ik heb net al gezegd, de Inquisitie had daar ook geen zeggenschap in wat de wetenschappelijke feiten waren. En deze minister ook niet en meneer Van Menen ook niet. En voorzitter, ik krijg weer allerlei infame beschuldigingen toegeworpen. Ik werp ze verre van me. Ik draag de wetenschap een buitengewoon warm hart toe. Zelfs zo warm dat ik zeg van nadat we God dood verklaard hebben ooit, hè, in de vorige eeuw, is de wetenschap eigenlijk het laatste ankerpunt geweest wat we hebben. En ik zie dat ook door corruptie in de wetenschap, door allerlei perverse prikkels die er in de wetenschap geslopen zijn. Dat zie ik met leden ogen aan. Maar ik verwacht wel dat de wetenschap dat zelf, en daarom vertrouw ik nog steeds op die wetenschappelijke methode, dat die wetenschap dat zelf tot een goed einde brengt. En niet zoals in de Sovjet-Unie in de tijd, of in Nazi-Duitsland, of weet ik waar, de overheid, de staat nodig heeft om te bepalen wat de feiten zijn en die zogenaamde feiten te beschermen. Het kan niet. De staat moet bescheiden zijn. En de D66-staat is dat niet. Die is alles overheersend, dat dreigt. En dat vind ik een groot angstbeeld, voorzitter. Dank u wel, meneer Beertema, namens de PVV. Dan is het woord aan de volgende spreker van de zijde van de Kamer. Dat is in dit geval een spreekster, dat is mevrouw Van de Woude namens de VVD.